Goedemiddag allemaal, welkom bij een gloednieuwe vlog, vlog 48. Ja, ik ben nog maar net wakker, ik weet het. Het is al in de middag, ik mag niet liegen. Nee, ik mag niet liegen. Het is nu net, even kijken, 2:07, dus ja. Dus, ik ga nu zo eventjes mijn haar even fatsoeneren. Ga ik in de stad blokken om mijn meisje uit te laten. En dan ga ik even richting mijn mannetje die aan het postlopen is. Ja, op de dinsdag. Ja, ook dat nog. Op een dinsdag postlopen. Dinsdag, ja. Hij heeft eventjes 2 dagen erbij. Dus ja, ik zou zeggen tot straks maar weer. Nou, ik heb me al aangekleed. Ik moet alleen nog even mijn haar doen. Mijn schoenen heb ik al aan, maar ik moet alleen nog de veters strikken. En outfit of the day. Niet helemaal weet ik het hoor, maar dit is mijn hoodie. Ik heb nou mijn kat lekker bij me. Ja. Ja, die vind ik heel leuk. Hé kerel, dit vind je lekker hè? Ja. Deze heb ik dus bij de Big Bazaar gedaan. Mijn topje die ik aan heb, alleen die kan ik nou niet laten zien. En die heb ik bij de Primarkt gedaan. Deze legging heb ik, weet ik, volgens mij heb ik die en gekregen. Maar dat is al een tijd terug. En de schoenen die heb ik een paar weken terug. En bij de, even kijken, ik kan het zien. Ja, deze schoenen heb ik dus bij de Decathlon een paar weken teruggehaald. Dus, en nee, ik word er niet voor gesponsord, dus helaas pindakaas. Maar nee hoor, helaas niet pindakaas. Dus, nee, ik ga nou inderdaad even mijn haar doen en dan ga ik mijn meisje uitlaten en dan ga ik even richting en mijn mannetje. Dus, nou, daar ben ik weer. Even heel veel boodschappen gehaald en alles. Dus, en we gaan nou gewoon weer gezellig koken. Ja, we gaan weer gezellig koken, vanzelf. Eventjes mijn afstandsbediening pakken. Moet ik even kijken welke ik moet hebben. Ja, ook zoiets, want ik heb er meer. Even voor wat meer licht onder mijn gasfornuis. Ja. We gaan nu tomatensoep maken op mijn manier. Ik heb, op mijn manier, gewoon lekker improviseren. Ik heb net water hierin gedaan. Heb ik net in de pan gedaan. Daarna ga ik weer water erin doen. Even genoeg water, sowieso. Dus dan ga ik weer vullen. Ja, weer even vullen, omdat ik het leuk vind. Ja, ik vind het gewoon grappig. Kookvlogjes opnemen en ik vind het gewoon leuk. Ja, jullie laten zien hoe ik aan het koken ben in mijn kleine knusse keukentje. Hij zit heel groot, maar klein is fijn en het hoeft niet altijd zo groot te wezen. Ja, oké, je moet dan een beetje improviseren, maar dat maakt niet heel veel uit. Dat gaat sowieso. Tomaten in. Hoeveel weet ik nog niet. Er gaat sowieso even 3 aardappelen in. Om een beetje te binden. 3. Ik heb een hele kleintje in de mini. Er gaat gehaktballetjes doorheen. Ja, deze is voor de hond trouwens. Ja. Dus er gaat gehaktballetjes doorheen. En er gaat ook nog wat anders doorheen. Bouchem. Knoflook. En er gaat crème fraîche doorheen. En kruiden. Maar ik neem jullie gewoon helemaal mee in dat hele proces. Maar ik ga nu nog een uitje. Dus ik ga eerst nu even aan 2 uitjes snijden. Ik ben een beetje sneller als ik denk. Ik ben, ik zou u eigenlijk meenemen. Maar ja, ik ga een beetje te snel. Nou, ik heb ik heb het water even teruggedaan hier al in het bakkie. Want dat moet straks. Dus ik heb nu eerst weer even olijfolie in de soeppan gedaan. Ja, olijfolie. Toen heb ik de uitjes en de aardappelen erin gedaan. Ik heb een kwart overal van de paprika's eraf gehaald. Heb ik ook al in de pan gedaan. Kijk, hoe ziet dat er lekker uit. Dat ziet er heel lekker uit. Even lekker aan het aanspruiten. Kijk. Dat ziet er lekker uit jongens, kijk. En dan ga ik nu even de tomaten snijden en dan doe ik die er ook nog bij in. Nou, ik ben bezig dus met tomaten snijden. Ik heb 8 tomaten, die doe ik er ook echt allemaal er doorheen. Ja, het moet wel een tomatensoep blijven, toch? Nou, kijk, ben ik dus druk bezig met tomaten snijden.
Yep. En dan doe ik het allemaal dus in plakjes. Daarna gaat het 1, 2, 3, zo. Nog zo. En dan nog eens een keertje zo. Dus dat laat ik jullie ook zometeen nog even zien. Ja. Laat ik ook zometeen nog zien. Ik doe hoe nou mijn licht in ieder geval is. Zo, kijk. Ben ik toch even bezig met vloggen. Ja. Nou, doe ik dit dus nu even nog een keer zo. 1, 2 en 3. Laat ik het even zien aan jullie hoe ik het doe. Ja. Vind ik leuk en grappig. Kijk, zo heb ik het. En dan gaat het ook nog een keertje op een andere manier. Ja, ga ik jullie weer daar naartoe doen. Ga ik hem even draaien in mijn hand. En dan is het weer... Even een beetje bij elkaar houden. Ja, bij elkaar houden. Zeg ik heel goed. Dat wil niet altijd, omdat de tomaten lekker glad zijn. Maar gewoon eigenlijk in blokjes maak ik het. Kijk. En dat is 8 tomaten. Kijk, allemaal blokjes. En dat heb ik hier dus nu ook al 2 erin. Ik heb hier ook al 5. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ik heb hier dus ook al 2 tomaten doorheen. En wat je ziet, ik doe het allemaal klein. En eventjes op laag vuur. Dus, Nou, ik ben klaar met tomaten snijden. Zoals jullie zien is mijn mannetje er ook weer. Ja. Ik ga dus nu paprika poeder erbij doen. Currypoeder erbij doen. Peper erbij doen. Dus ja. En een beetje zout erbij doen. En dan nog eventjes het oude bakkie met, weet je, een beetje aan de kant doen, schat? Ja, anders kan er allemaal dat weer vies. Een beetje tomatenpuree. Ik doe 2 blikjes er doorheen. Yep, 2 blikjes, ja. En dan doe ik ook nog een beetje knoflookpeper er doorheen. Ja, en de rest, dat zien jullie zo meteen wat ik er allemaal doorheen ga doen. Met geweldige tomatensoep. Ja. Mijn mannetje, die, welke zoek je? Nee, die heb ik niet. Laat mij dan draaien zometeen. Nee, niet? Oké. Okay. Nee, ik doe dus 2 kippenbouillonnetjes er doorheen. Kippenbouillon blokjes er doorheen. Kijk, ik weet niet of jullie het zien. Ja, kip. Ja, kip. Die doe ik er doorheen. Mijn mannetje is nou bezig met 2 teentjes knoflook. Gaat het er ook nog doorheen? Ja. We hebben kruiden er net doorheen gedaan. En zometeen de rest. Ik ga nu deze even openmaken. Dat gaat ook gelijk nu doorheen. En dan gaat deze er nog zometeen doorheen. En dan nog crème fraîche. Ja. Dus... Dit wordt lekker. Ja, dat weet ik nu al, denk ik, hoop ik. Ja. Alleen hij heeft zoiets van... Zal. Ik kan nog gewoon niet weten wat het is. Nee. Maar wat denk je? Wordt het lekker? Vast wel, met die knoflook. Nou, het is een tomatensoep geworden. Ik ben weer wat vergeten om te filmen, maar oké, dat maakt niet uit. druk heet dat. Ja, ja. Nou, en als je het niet lust, sorry, maar ik heb mijn best gedaan. En als je het niet lust, het gaat. Ik zal het proberen op te geven. En ik heb nog geen magie erin gedaan. Anders moet je die even pakken. Zelf. Doen we dat eerst even. Dan blijf ik lekker filmen. Jammer joh. Natuurlijk. Okay. Zwarte vloeistof. Ben je klaar, maar komt niks in beeld, toch? Nee, precies. Nog het merken, niet zichtbaar. Ik heb behoorlijk wat aanpassingen voor jou gedaan, speciaal voor jou. Okay. Toch een beetje smakelijk te krijgen. Een stuk paprika te pakken volgens mij. Ja, maar ik krijg niet alles klein.
Maar daar heb ik ook last van. Nou, want de broccoli is ook toch lekkerder. Ja, oké, okay, maar het is wennen, hè? Ja. En misschien dat ik het altijd weer even anders kan doen, hè? Zonder paprika. Ja, precies. Dat is beter. Ja. Dat zie je allemaal, schat. Ja, ik zie ook allemaal mensen, alleen dat zien de kijkers niet. Nee. Dat zien de kijkertjes niet, nee. Missie! Hey, lekker wijf. Maar, over het algemeen, kijk, oké, het smaakt niet echt helemaal, maar het gaat ermee door. Dat maakt jouw lepel. Dat maakt niet uit. Er zit een overheersende paprika smaak aan. Dat vind ik wat minder aan de soep. Maar de rest is nog wel te doen. Nou, dan houden we de volgende keer lekker de paprika eruit. Hoe vind je die? Hele goeie. Mooi, goed zo. Dus dat was fijn. Ja. Nou, wij danken jullie weer voor het kijken naar deze vlog. Doe vooral een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Zo niet, dan toch. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Toedeleukjes!